Say yeah! Say yeah! Welkom bij Rollercoaster Koen. Ja, we gaan een aflevering doen, een nieuwe 29. En op naar de intro. Okay, people, let's go to work. En ik heb zo lange tijd geen rollercoaster gespeeld. Ja, voor jullie niet, want voor jullie komt elke keer een nieuwe aflevering. Maar voor mij is het zo van, Vincent, je speelt heel vaak gewoon het spel ook weer niet voor een tijdje. Maar wat, ik heb dingen verder gebouwd en dat heb ik helemaal niet aan jullie laten zien. En het spijt me dat ik daar ook geen video van heb gemaakt. Echt waar, sorry. Ik heb hier een achtbaan gebouwd. Een lanceerachtbaan, die wordt zeg maar afgeschoten. Ja. En die komt bij de Main Street hier. Kijk, dus de Main Street, er loopt een achtbaan doorheen. En hier wordt je afgeschoten. En dan gaan we gewoon de baan volgen. Je komt in de castle. Je gaat een rondje maken. Je komt hier, je gaat naar buiten. Je maakt een drop, je komt een stukje buiten. Je gaat weer naar binnen. En het eindstukje is nogal bochterig gedaan. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. En de nieuwe attractie, die moet ik even gaan zoeken, gaan we hier bouwen. Dat is namelijk op deze plek. Het is niet zo heel groot, maar ik zal het even met de muis aangeven. Op deze plek gaan we de attractie maken. Dus ik heb hier al een stationnetje gemaakt. En wat het wordt, dat wordt eigenlijk best wel leuk. Want ik heb weer nieuwe attracties gebouwd. Ik heb ook een hegje. Kijk, een hegje heb ik er neergezet. Mooi hegje. Ik vond hem wel leuk zo staan. En ook de ingang is wat aangepast. Dat komt omdat ik een paar sets heb verwijderd. Waardoor er dus objecten waren verdwenen uit mijn mapkaart. Maar toen dacht ik zoiets van, YOLO, ik ga gewoon zo'n leuke heg neerdoen en ik vind het wel sfeer hebben. Ja, ik vind het wel wat. Ik moet hier nog wel wat bankjes plaatsen hier op. Oh, ik klik mijn rollercoaster weg. Ik plaats ze ook gewoon gelijk, want dan ben ik er vanaf, weet je wel. Dan kom ik daar volgende keer niet tegenaan van, ja, dat moet ik misschien nog doen. Nee, die staan er gewoon al keihard. Hier doen we eentje. En hier doen we eentje. En hier kan je telefoneren, dat is leuk. Hier staan phones. Dus als je naar je moeder wil bellen, dan kan dat. En hier gaan we eens even kijken. Hier gaan we de attractie bouwen. En wat voor attractie? Ik heb natuurlijk al van tevoren research gedaan. En dat wordt een hele rustige attractie. Het wordt namelijk een gedownloader. Die heb ik vandaag speciaal gedownload voor deze video. Dat met ze Old MacDonald Tractor Ride. Dus het worden echt tractor. Ja, tractor dingetjes. Ja, als je het wil noemen. Nou, ik ga hier dus een station maken. En we gaan dus een baan maken waar de mensen overheen gaan rijden. Nou, we kunnen hem testen om te kijken hoe het eruit ziet. Oh, hij heeft ook zo'n toeter. Het klinkt zo cute. Sorry mensen, ik ben helemaal weer afgeleid. Maar het fijne van deze is dat de baan dus ook via allerlei manieren kan je de baan rijden. Maar ik vind het wel heel raar, want je kan wel van de baan afkomen. Als je niet goed stuurt, kan je gewoon het gras inrijden. Nou, dan hoop ik dat wel een beetje aangepast is. Nou, we gaan dus even een layoutje maken. Ik weet ook niet hoe we het gaan doen. Maar ik wil het wel een beetje door de natuur laten gaan. Logisch. Natuurlijk de tractor rijdt. Loop je die naar boven? Nee, dat is mooi. Dan kunnen we hier namelijk een bocht maken. En hier blokkeert hij de bocht. Hij blokkeert de bocht, mensen. Hij blokkeert de bocht. We gaan een kleine bocht maken, want dat accepteert hij wel. We gaan een bocht maken, zo. En dan maak ik gelijk deuken in het gebergte gedeelte. Oké, ja, ik vind het mooi. Ik vind, ja, de layout kan op zich zo wel, ja. Nou, we doen het gewoon. Het moet een beetje een leuke rit worden. We hebben niet al te veel ruimte om onze attractie heen te maken. Dus dat is een beetje het probleem waar we tegenaan zitten. Maar ik had zoiets van, we moeten hier toch wel iets van kunnen maken, denk ik. Lijkt mij wel. En dadelijk verlagen we gewoon dit gebied. En dan, ja, hoe gaan we dit doen? Dit is verdomd moeilijk, dit. Zo. Ja, ik hoop echt dat ze bij Rollercoaster World gaat dat alsjeblieft fixen. Alsjeblieft fix die hoogteverschillen. Alsjeblieft. Ik loop er altijd in video's loop ik altijd tegenaan te hikken en te mekkeren. Maar ga dat gewoon fixen. You had one job. Kom op, jongens. Doe het. Doe het voor mij. En voor het publiek natuurlijk, hè. Jullie willen het ook gewoon, net dat het gefixt wordt. Ik ga dit wat kleiner maken, want zo. Dit moet wel mooi aansluiten. En hier ook. Zo, hoppakee. Dan loopt het maar een beetje niet recht.
Als het maar gewoon goed aansluit, ben ik gewoon overal tevreden mee. Zo. Ja, het is wel makkelijk te fixen hoor, daar niet van, maar... Nou, dat is een hele aparte layout. Ik denk ook niet dat het een zwaar grote rit wordt. Hoeft ook helemaal niet. Het mag gewoon een klein ritje worden op zich. Als het maar het gaat gewoon om dat tractor idee, want dat vind ik echt fantastisch. We maken een ingangetje. En we maken een uitgangetje. Uitgangetje maak ik helemaal aan het einde, want dat is makkelijk, want dan kan ik gewoon één recht pad hier maken, hier doorheen. En... Zo maak ik de... Wacht, ik weet hem nog beter. Zo. Zo ga ik hem doen. Ja. Ik ga nu het station maken, voordat we natuurlijk... Ja, de layout ziet er zo uit, het ziet er op zich wel compact uit. Ik weet niet of ik die bocht zo ga doen. Op zich kan het wel, als we hem gewoon leuk thematiseren. En gaan gewoon het testen. Hoe dat eruit ziet. Wacht even. En natuurlijk wel wat karretjes. Huppakee. Daar gaan ze. En als je erin zit, krijg je dus dit idee. Oh, wat schattig. Hier zou ik echt als kind in willen. Fantastisch. Ligt hij nou lager dan dit landschap? Volgens mij zweeft de attractie. Of lijkt het zo? Ik weet het niet. Ja. Ik word hier niet goed van, mensen. Alsjeblieft. Scheidhekel aan de game heb ik. Als ik het land moet verhogen of verlagen. Kom op. Je kan het. Ja, niet meer aanzetten. Oké. Okay. Staat het nu gelijk vloers? Ik hoop het zo, hè. Volgens mij wel. Nou, wat we dan doen is even die buitenkant. Die doe ik even afwerken zo. Dat je toch een beetje... het is toch een bergje wat eraan komt. Wat is dit dan weer? Zo, niet meer aan zitten. Bomen verwijder ik ook in deze omgeving. Waarom? Omdat ik plek wil. En waar plek is, moet je plek maar... Huppakee, kijk, nu hebben we tenminste een speelveld. En ligt het vlak? Dit ligt zeker vlak. Kijk, dit natuurlijk niet, maar dit gaan we later afwerken als die attractie er pas staat. Hè? Ja, doen we pas naar achteraf. Dit is een hele grote tip. Gewoon een soort van tipvideo. We pakken de attractie weer. Dat is de... Even kijken, ze zijn in het midden naast mijn camhokje, dan kun je het zien. Is het wel... Ja, dat is Matze Old McDonald. Dat is hem. Ik plaats hem eigenlijk gewoon precies weer hoe ik hem eerst had gezet. Zo, we gaan een hele leuke layout maken. Let op. Zo. Laten we hem eronder doorgaan, want dat vond ik eigenlijk wel een heel leuk idee. Ik vond sowieso wel het begin heel erg leuk eruit zien. Ook langs het water, dat is sowieso, daar heb ik echt een voorkeur naar, dat wil je niet weten. Maar waarom kan hier geen niks plaatsen? Je kunt hier geen baanstuk, nu wel. Oké, logic. Rollercoaster logic, mensen. Vertrouw niet op de game. Het is wel leuk als het naast elkaar komt, vind je niet? Ik weet niet of het door elkaar kan. Nee, het kan niet door elkaar. Het kan wel zo, hè? Oh, dat ziet er wel grappig uit, maar dat vind ik onrealistisch. Ik doe hem... even kijken, hoor. Gewoon een grote bocht. Zo, is wel leuk. Dan komt hij vlak langs de attractie. Hij mag best wel een lange baan hebben, vind ik. Ik vind het een leukere layout dan eerst. Ja, want hier gaan we wel wat leuks mee doen. Ik beloof het jullie. Zo. Kijk, dit ziet er veel leuker uit. Ingang, uitgang. Huppakee. We doen het. Ja, oh ja, dit stukje nog fixen. Dat stukje aarde of dat stukje... Wat heb ik daar? Een stukje plafond niet. Houten balken! Ik ga de houten balkjes plaatsen hier zo. Moet je eens even kijken hoe ik dat ga doen. Kijk, dan pak je die Shaq Catfish Cove. Die heeft dus eigenlijk gewoon de beste set die er is. Dat weet iedereen eigenlijk. En zo kunnen we ook een beetje die setting maken van deze attractie. Huppakee. Supports. Pier supports. Nou, die komen er sowieso in. Dan gaan we eerst een beetje...
idee maken van de attractie. Het is een blokje. Het is een blokje! Zo. Kijk, dit vind ik al zo leuk. Ik bedoel, zo'n kapper, dit geeft toch wel een beetje gevoel van, weet je wel, dat het gewoon een beetje een mooie attractie wordt, zeg maar. Kijk, en als we dan dat ook door daar doen. Oh, dan zie je dat het ook totaal niet in de buurt komt van waar we moeten zetten. Kijk, Sjaal. En die moeten we daar zetten. En die komt dan ergens daar. Ik weet niet. Jongens, wat is dit? Je hoort gewoon door je... Nou, laat maar. Ik doe het wel zo. Zo mensen, dit was de aflevering voor deze keer. Weer benieuwd hoe het verder gaat. Kijk de volgende keer gewoon weer naar een nieuwe Rollercoaster Tycoon aflevering. Echt bedankt voor het kijken. En geef vooral een like op de video. Doei doeg!